Beste collega's, helden van de economie. Voor eerst hartelijk dank voor de talloze ideeën die jullie gedeeld hebben. Ik ben Jan Kasteels en ik heb het voorrecht onze Duracell Factory of the Future in Aarschot te leiden. Ik ben heel blij jullie vandaag te kunnen melden dat al onze medewerkers het goed stellen. Hun welzijn staat steeds op de eerste plaats. En dit was ook onze kompas doorheen de storm van de afgelopen 7 weken. Na de aankondiging van de lockdown op 17 maart was er heel wat ongerustheid in onze organisatie. We hebben er dan voor gekozen om een aantal dagen rust in te bouwen, om mensen in staat te stellen hun situatie thuis op orde te zetten, maar ook om zich te organiseren rond de nieuwe realiteit. Intussen zijn we met een groep van vrijwilligers aan de slag gegaan om de fabriek te transformeren tot wat wij noemen een COVID-proof omgeving. Een aantal weken voordien hadden we reeds 4 business continuity teams opgestart. Ten eerste een supply team, die zorgde dat de materiaalstroom naar de fabriek niet onderbroken zou worden. Ten tweede een hygiëne team dat dagelijks de richtlijnen van de overheid opvolgde en die vertaalden in maatregelen. Ten derde een HR team dat samen met de sociale partners ook dagelijks communicatie en operationele steun verleenden. En ten vierde het operationeel team dat zorgde voor de implementatie van al die zaken. De medewerkers zelf die werden van alle distractie gevrijwaard, zodanig dat ze zich volledig op de core van de productie konden focussen en op hun gezondheid. Alle andere project- en verbeteringswerk hebben we oftewel door de medewerkers thuis laten doen, oftewel hebben we die volledig on hold gezet. En een bijzondere uitdaging vormde voor ons de luidruchtige productieruimtes. Daar hebben we hoofdtelefoons aangeschaft, waarmee mensen maximaal afstand konden houden en toch voldoende konden communiceren op een comfortabele manier. En dit was belangrijk om sociaal contact tussen de collega's te houden, zodat ze hun verhaal kwijt konden. Maar ook, het droeg bij tot een gevoel van welbehagen. En dit is een idee dat we ook na COVID gaan blijven gebruiken. We hebben in totaal ongeveer 200 maatregelen geïmplementeerd. De meesten zoals de collega's. En we hebben hier ook uitgebreid en heel frequent over gecommuniceerd. We hebben alle maatregelen gevalideerd via de federale overheidsdienst WASO, die ter plaatse een inspectie is komen uitvoeren. En tenslotte hebben we voor de heropstart alle medewerkers persoonlijk gecontacteerd om te informeren naar hun situatie. En op de eerste dag hebben we in kleinere groepen heel de organisatie uitgebreid gebriefd. Al deze ingrepen hebben de nodige geruststelling gebracht, waardoor we naar een quasi verticale launch konden gaan. Binnen de 48 uur hebben we volledige productiecapaciteit kunnen bereiken en we zijn daar sinds eind maart dan ook op blijven doordraaien. We hebben intussen tijd een programma opgezet om gewenning tegen te gaan en mensen steeds attent te maken op de juiste gedragingen. Dat hield in leadership tours, grote schermen met boodschappen bij aankomst op de site en regelmatige town hall meetings en zo verder. Met de lockdown release gaan meer mensen uit hun kot komen en daarom hebben we ook iedere werknemer en zijn gezinsleden van mondmaskers voorzien. Wij geloven dat we zo de kans verlagen dat medewerkers ook buiten de fabriek ziek zouden kunnen worden en zo hopen we ook dat wij het risico in de fabriek kunnen minimaliseren. We zijn intussen ook gestart met ons Forward
to normal plan. Maar daarover in een volgende video misschien meer. Keep safe en blijf ideeën uitwisselen.